Hoe kom je daar nog bij, man? Dat is leuk. Super, zat ik klaar. Hij wordt mijn pot. Godverdomme. Ja, dat hebben jou niet gezien, Sinterklaas. Nou, vandaag is die vrouw ook hier. Hartstikke leuk, joh. We hebben bij elkaar gestaan. Joko, waar is je camera, joh? Ik ben even 2,8 zetten. Ga je een portret maken? Ja, nou. Even het ding voor je neus weghalen. Wat ik denk. Ja, ja. Knap portretje wordt het. Ik moet mijn vinger van die lens afhalen. Stuiven staf heb jij, hè? Hey, kijk uit, joh. Je staat me hier. Die barbecue moet ik krijgen. Eten worst. Ah! Waar heb je dat vandaan? Dat pak. Wat? Waar heb je dat pak vandaan? Ik zweef me kapot, man. Godverdomme. Dat is heel gedaan. Wat je. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Zo. Ik hoop dat je hoor ermee. Ik hoor er niet bij hoor. Ik heb nooit zo gek gedaan. Ik begrijp niet eens wat er is. Kom in erop. Hallo Sinterklaas. Hallo. Even kruis op z'n rug. Nou, dan gaan we even onder de bom. En dan gaan we even door de voorstad heen. Ja. Nee, dan ben ik op de rug hier. Dat kan niet meer. Mag ik het even afdoen? Ik ga kapot, man. Is dat zo dik? Nou. Record af staat er. Wat betekent dat? Oh, dat wordt dat doet het wel. Dat betekent autofocus. Ja. Oh. Weet je naar de rest? Dat zal ik niet zeggen. Weet je waar dat van gemaakt wordt, dat haar? Ja. Speel je al de crew uit? Ja. Ik wonder dat zo raar is, maar... Nou, die boom hier, man, wat denk je? Ik ga wel dat het laatste geweest is. Ik zal netjes op hangen. Nou ja, hoor. In ieder geval het is zo... Dat... Ja, dat nee, volgens mij nee, mag je niet mee, mag je niet mee op, hoor. Wat is dit hier, dit rode lampje, Bert? Dat is het...
Niks? Dat alles goed is. Hij staat nog precies hetzelfde hoor. Ik weet niet of hij wel of niet op hebt genomen. Nou, dan staat het allemaal op, je zegt dat. Ja, ja, loop gewoon. Ja, maar ik moet toch die rode knop indrukken? Nee, dan is het één keer. Dan loopt hij. Ja, maar hoe zet je hem nou uit dan? Je drukt toch die rode knop in als je... Uitzet weer. Je drukt hem één keer in, dan laat je hem los, dan loopt zo die. Technisch, hè? Druk je hem nog een keer in, dan stopt hij weer. Maar jij gaat toespraak houden. Oh, oké. Okay. Oh, nee, ik toespraak. Dus hij staat nu aan. Waar men door de zon verbrandt, woont een stel lang geleden ook aan Sint en Klaas meedelen. Jaren zijn snel voorbij gegleden, maar waar toch de vriendschap blijven zal, is zo helder als kristal. Klaas Sint, Piet en Pietje. Doorheen. Nou, eerst eten. Wat, toch wat er van, wat van af eten. Een klein beetje. Het echt... smaakt toch niet vies, hè? Nee, 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 dat is echt niet, nee, er is echt niet. Daar kom je zo achter. Ja, dat is waar. Ja, ik. Je zit onder andere magere yoghurt in. Ah, fijn, half uur. Ik vertrouw het niet zo. Nee, dat is geen voorkomen over het verhaal. Nee, dat is niet. Maar er is zo in gedaan, hoor. Nou, en de rest mag ik pakken en mee gooien. Waar is dat lontje? Moet ik er gewoon doorheen gaan of zo? Ja. Ja, bedoel je. Kijk, ik zie wat. Ik zie leven. Ja, pak het maar met je handen mee. Onder de kraan. Drup. Alles voor de club. Even op het randje slaan. Pet! Nee, ja, pas op, joh, dat ben ik. Dat kan onder de kraan, hè? Ja, ja, dat kan. Smaakt niet normaal. Ja. Dat was moeitje voor vanavond. Ik heb mijn percentje opgegeten, denk ik, vandaag. Theedoek even gebruikt, moet ik wel. Ja. Ik krijg niet los. Oh, doe even zo. Niet te veel. Oké. Okay. Die klok tikken. Oh! Ja. Hey! Hey! Gewoon! Wat leuk! Poepelepij! Nou is de vraag natuurlijk. Heeft ze hem of heeft ze hem niet? Jeetje! Hoe is hè? Hij is beslagen. Ja, voor je het gek, dat is denk ik. Hij zat in de koele. Die gooi je toch niet weg? Nee. Nou. Ik kan het wel altijd moeten. Bewaar het toch? Lange brief. Beste Bertje, Sint en Klaas zijn beste vrienden die het goed in het Ruiland kunnen vinden. Maar waar de zon hoog aan de hemel staat, woont nog een Sint en Klaas in maat. Deze kwam naar het koude land voor een paar weken werken aan de oude band. Vandaar deze gift van zijn beste vrienden, hopende dat hij het toch nog kan vinden. Met vleugeltop en geklier veel plezier. Klaas, Sint en Pietje en Pietje. Piet en Pietje. Dankjewel Piet, dankjewel. Sjaak, dankjewel. Dankjewel Klaasje. Mag jij welke is? Nou, kijk de grote. De grote. Ja. Ja, ik begin bij het begin. Dat is waar, jongen. Ja, ik heb hem. Dat we nou naar buiten moeten. Nee, daar afblijven. Jawel. Ja, wel. Ja, pak uit dan, pak uit. Die uitpakken. Die uitpakken. Ja? Ja. Ik denk dat ik het nodig heb hiervoor. Ja. Oh.
Dat is wel een avond. Ik ga naar buiten even. Je batterij is op, Klausje? Mag ik erin gooien? Nou, is goed gehard, Klaus? Nee. Je bent er, ja, dat is een. De band, ja. Dit lijkt wel een vossenjacht. Kan het nog erger? Betje logie. Als Pasen en Pinksteren of Kerst en Sinterklaas op één dag vallen, is het wel bijzonder. Zo dan ook nu. Er zijn vrienden die je vaak en minder vaak en een paar om een aantal jaren. Door alles wat we meegemaakt hebben, leuke ernstige noodtoestanden, minder gezond, vergeet je elkaar nooit. Alles kwam klaar en... ja, ik kan het zeggen. En gereed, of het is gereed en daarna klaar, je weet het maar nooit, c'est la vie. Dat staat niet in die brief hoor, maar dat ging er zelf. Maar om het geweldig ontmoeten vast te leggen, heeft de kerst Sint wat bedacht. Om veiligheidsreden zit het niet hierin, maar het ligt onder de bergeik. Onder de bergeik. Oké, kerst Klaas. Het ligt onder de bergeik. Maar de bergrijk is binnen. Kan ja. Trek je broek uit. Ja. Moet ik het opruimen of nee? Nee, laat het. Dat is een mond die jou, hè? Nou, het is heel, ik vind het heel moeilijk. Dat is een grote bergrijk. Wat tijdleusje. Ah! Even stoppen. Even stoppen. Kijk. Ho. Hebbes. Geweldig, bedankt. Dan kan ik vanaf morgen verder mee filmen. Thank you. Thank you. You are welcome. Very good. Goh. Ik kan alleen een tijdje zoentje geven. De rest die moet maar even hand geven.